Heel goedemorgen. Deze markets update maak ik voor BNP Paribas Markets. Met een half procentje in de plus kruipen de indices in de VS wederom een stapje hoger, waarbij de aandacht vooral uitging naar alles wat met AI te maken had. Speerpunt was Sam Altman die weer bij OpenAI aan de slag gaat na grote druk van personeel en Microsoft. Beleggers waren ook blij dat de 10-jaars rente wat duidelijker onder de 4,5% blijft hangen. Dit ondanks wat tegenvallende verwachtingen over de inflatie. En binnen de OPEC zijn er scheurtjes waarneembaar. De vergadering is met een week uitgesteld en dat kan duiden op oneenigheid over de productieniveaus. De prijs van olie daalde licht. En Nvidia bleef het onder druk liggen na de sterke cijfers, maar dat was niet heel verrassend gezien de opmars dit jaar. En in Australië groeien de schapen de boeren boven het hoofd. De bijna 80 miljoen dieren leveren echter nog maar 1,25 in Australische dollars per kilo op. En zo wordt het goedkoper ze weg te geven dan ze rijp te maken. De Chinese markten lieten kleine plusjes achter. De Nikkei bleef gesloten in verband met een Japanse nationale feestdag. En de futures in Amsterdam geven een vlakke opening aan. Bij individuele fondsen kunnen de uitslagen wat groter zijn in de middag door de lagere volumes. En de verrassende verkiezingsuitslag zal vandaag het nieuws beheersen, al zal de beurs er niet heel veel op bewegen. Het is nog te vroeg om een zinnige voorspelling te maken over een nieuw kabinet, al lijkt een coalitie over rechts het meest waarschijnlijke. Het zal echter een heel lastige formatie gaan worden. En Exxon laat weten dat het eerder uitgevoerde aandeleninkoopprogramma is afgerond met het intrekken van 13 miljoen aandelen. Hiermee wordt het aantal uitstaande aandelen dik 5% minder en stijgt automatisch de winst per aandeel van het bedrijf. Op de agenda vandaag diverse samengestelde inkoopmanagers-indexcijfers vanuit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. En we hebben belangrijke notulen van de ECB. De Amerikaanse financiële markten blijven gesloten in verband met Thanksgiving. Op Black Friday, morgen dus, sluiten ze vervroegd om 7 uur Nederlandse tijd. En UBS zet Process op kopen koersstof 46. JP Morgan zet Renault op kopen koersstof 64. En DZ Bank zet BMW op kopen met een koersstof van 115 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.